Welkom bij deze webinar van SkyWorld Community. Ik ben Nettie Sommers en ik ben sinds 2016 bij SkyWorld Community. En ik ben een van de personen van de communicatiegroep die de Nederlandstalige mensen op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen. En er gebeurt de laatste tijd best wel veel. Dus op het eind kan ik daar iets meer van vertellen. Maar zoals we allemaal weten, is de aarde best aan ziek en die is aan een update toe. En dat zie je, de luchtvervuiling, de grond, overal, alles ziet er slecht uit. En beter vervoer zou zijn om het niet meer op de weg te doen op het eerste niveau, maar op het tweede niveau, door de lucht, zoals je dit plaatje eigenlijk ziet. Want het gebruikt veel minder grond. Op de grond kunnen de dieren blijven leven, het materiaal is veel minder nodig en het is ook veel milieuvriendelijker, want dat zult u in de loop van deze presentatie wel horen. Dit is veel en veel milieuvriendelijker zonder de uitstoot die er nu allemaal is op dit moment. En dat heeft de heer Anatoly Janinsky jaren geleden ook al gezien. En hij werkt al 40 jaar aan een oplossing. Maar wie is Anatoly Janinsky en wat voor oplossing heeft hij dan? Nou, hij is een geleerde, hij heeft vele hoge onderscheidingen gekregen en hij heeft de oplossing om vervoer door de lucht te doen. En hier ziet u twee verschillende manieren van vervoer. Onderin het passagiersvervoer in steden en om steden heen van een snelheid die 150 km per uur maximaal kan halen. En bovenin is om de steden met elkaar te verbinden met een snel middel van vervoer. En die kan tot meer dan 500 kilometer per uur. Dat noemen ze de U-Flash. En dit is dus Anatoly Janinsky bovenin bij zijn laatste nieuwe ontwikkeling, de hoge snelheidswagon, de U-Flash, die tot meer dan 500 km per uur kan. En links onderin ziet u zijn allereerste model van een jaar of 40 geleden. En daarin is hij gaan experimenteren met de vrachtauto met ijzeren wielen, of dat hij op een rail naar boven kon rijden. En dat lukte. En dat is het begin geweest van zijn zoektocht naar een betere manier van vervoer. Rechts daarnaast ziet u ook wat voor publicaties dat hij allemaal heeft gedaan en wat voor onderscheidingen dat hij gekregen heeft. En dit zijn de modellen die hij ontwikkeld heeft. Rondom zie je de meeste passagiersmodellen, in het midden, onderin en dan echt naar het midden zie je een aantal verschillende vervoermodellen voor de industrie. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dit bestaat al lang. Want in Duitsland, maar ook in China, daar zijn ze al. Ja, dat klopt, maar die hebben de wielen op het dak. Maar verder is de CO2-uitstoot hetzelfde. Ze rijden op diesel of benzine of wat dan ook, maar in ieder geval niet op eigen opgewekte stroom. En ook in de sneeuwgebieden, daar zijn kabelbanen. Die hebben dus geen uitstoot, maar je zegt het al, die worden door een kabel voortgetrokken. En die kunnen nooit geen snelheid maken, maar die kabel zit ook weer aan de motor vast, die ook weer vervuiling uitstoot. Dus dat is heel anders dan het vervoer waar ik het nu over ga hebben. Als we een voorbeeld nemen hoe het eigenlijk normaal gaat, dan zie je van A naar B wordt een weg gemaakt en dan moet het geëgaliseerd worden. De dieren die daar leven, die moeten verhuizen. Maar volgens het systeem van Anatoly Janinsky blijven de dieren wonen waar ze wonen, en wordt er een wegbedding gemaakt naar het tweede niveau. U ziet die pilaren staan. Pilaren zijn dichter bij elkaar. Maar er is ook een manier waar de pilaren verder van elkaar kunnen staan. Het kan blijkbaar zelfs straks tot een kilometer of twee afstand. In de bergen dan natuurlijk. Hè? Dan worden de steunpilaren gebruikt om daar getwiste snaren doorheen te trekken. En die getwiste snaren worden aan de zijkanten bevestigd, vastgezet in een station. Dat is, moet je ongeveer zien, de constructie zoals bij een gitaar. Daar worden ook de snaren gespannen. En eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan toch anders gebeurt hier. En dan kun je de doorhangende spoorstructuur hebben. Dan is het bovenste plaatje goed. Maar de sterke, stevige spoorstructuur, dan heb je het tweede plaatje. En dan wordt het ook omhuld met een stevig omhulsel. Laat ik straks ook meer van zien. Doordat er een stevig omhulsel omheen is, en geen lange trein, maar korte treinen, korte wagons,
dan is de belasting op zijn spoor ook veel en veel minder als dat er in zware trein overheen gaat. En dan kan het zelfs met een afstand op een gegeven moment van elke 10 seconden een wagon. En de voorgespannen draden die in die polymeeroplossing liggen, zoals je rechts het plaatje ziet, de doorsnee van een snaar, dan heb je een langwerpig vierkant. En daarin zitten snaren, hier zie je er 6, en die snaren liggen in een polymeeroplossing. En over dat omhulsel, daar zit nog een extra omhulsel, en dat is om een heel sterk materiaal, wat meer dan 50 jaar mee kan gaan, zonder onderhoud, en dat de wielen en de constructie, die zorgen samen dat er een energie opgewekt wordt. Dus dat is gewoon heel mooi. De wrijving heeft geen banden nodig. Gewoon normale banden van een auto. Die houden ook snelheid tegen. Door deze constructie op deze rail is er geen snelheid die beperking geeft. En ook de beveiliging is gewoon heel goed. Want de wielen rijden over de spoorconstructie heen, maar aan de zijkant zit ook een soort wiel en die zorgt ervoor dat de wagon in de rails blijft. Hij kan niet ontsporen. Echt een hele goede beveiliging. En de snelheid van een auto, die wordt in een windtunnel getest. Dan is aan de voorkant gaat de wind er vloeiend overheen, maar aan de achterkant krijg je die wervelingen achter de carrosserie. Dat heb je bij de U-Flash niet. Die gaat aan de voorkant gaat de winter overheen, maar ook rondendoor. En aan de achterkant kan die vloeiend weg. Hier is geen luchtwerveling, dus de snelheid die kan echt doorgaan. En daardoor kun je meer snelheid maken als dat achter een luchtwerveling de snelheid weer wat tegenhoudt. Wat kan Anatoly Yuninsky hiermee bereiken? Natuurlijk ten eerste het betere leefmilieu voor dieren, want die hoeven niet te verhuizen. Het transport kan versneld worden, want die gaan door de lucht. En daardoor zijn er minder auto's op de grond, want door de lucht kan vervoer voor de industrie, maar ook mensen. En dat wil dus zeggen dat je auto's van de weg afhaalt. En daardoor kan degene die nog wel met een auto willen rijden, kunnen ook makkelijker doorrijden. En files zullen daardoor opgelost worden. Alles is wel geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Daarvoor is een apart opleidingscentrum, want dit bestaat nog niet. Dus medewerkers moeten apart opgeleid worden. En daar zijn ze al een paar jaar mee bezig. En daardoor zijn er op dit moment ook al studenten afgestudeerd. Wat is er ontwikkeld? De doorhangende spoorstructuur, waar ik daar straks over had. En de stevige spoorstructuur. En dan heb je de enkele baan en de dubbele baan. Bij de dubbele baan rijdt er de bovenkant een wagon en aan de onderkant. Dus dat is het verschil. En dan zie je links en rechts onderin de verschillende doorsneden van de doorhangende en van de dubbele. De doorhangende zie je met die bril, hoe groot dat de bril is. En het is dus smaller als een bril en daar kan een wagon overheen. En dat is de enige wegbedding die nodig is. Dat is een heel verschil met wanneer je een weg aan gaat leggen. Dan moet je eens kijken wat daarvoor nodig is voordat er uiteindelijk auto's overheen kunnen gaan rijden. Maar alles moet gedocumenteerd worden, getest worden, onderzocht worden. Men heeft minimaal een jaar nodig om van zonsopgang tot zonsondergang alle data te verzamelen. En als er ergens iets fout is en ze moeten het herstellen, begint het natuurlijk weer opnieuw. Daarom mensen zeggen het duurt zo lang, maar veiligheid voor alles. En hier hebben ze weer een veiligheidscertificaat gekregen. Er wordt constant in Belarus, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten, voor het warme klimaat, wordt er constant getest. Hier nog een aantal onderscheidingen. Certificaten, maar ook patenten. En dat is heel belangrijk. En dit is maar een fractie van wat er eigenlijk is. Er is nog veel en veel meer. Een aantal van die afbeeldingen haal ik er even tussenuit. Want links zie je die pijl daar. Dat is een certificaat wat hij gekregen heeft omdat Yuninsky een van de experts was in een VN-programma. Nou, dan kom je niet zomaar als spreker. Hij is daar een spreker geweest die zijn manier van denken, hoe hij de aarde zou gaan verbeteren, mocht gaan vertellen. En rechtsonder heb je een ander certificaat. En dat is het certificaat van 16 februari 2018. En daar is Yuninsky Stringtechnologie lid geworden van een grote internationale organisatie. En dat is een groep van 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. Maar als je daarbij bent, zijn er maar een aantal
organisaties, bedrijven, die daar lid van zijn. Als je dat over die 96 landen gaat verdelen. En hij is er 16 februari 2018 al lid van geworden. Hier staat het in Brussel, goedgekeurd. Dus er gaan ook wat een beetje wilde verhalen de ronde over wat er in België niet mag. Maar hier zie je, Brussel heeft het goedgekeurd. Als wij ons verhaal gewoon goed netjes vertellen, dan is hier totaal geen probleem om het daarop te vertellen. Maar nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik ben meer technisch. En hoe zit dat dan? Ik snap dit niet, ik snap dat niet. Nou, dan kunnen ze naar deze site gaan kijken. En daar staat alles voor de techneuten omschreven. Kunnen ze kijken wat ze er interessant van vinden. En voor de mensen die dat niet snappen, dan wordt het hier in duidelijkere taal uitgelegd. En zo kunnen we allemaal op de hoogte zijn van alles wat er is en wat er ontwikkeld wordt. En dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn. Links, die heb ik al het hele jaar, 2 jaar laten zien. Maar rechts onder die 2, dat zijn nieuwe. Die zijn de laatste paar weken zijn die naar buiten gekomen. Die zijn speciaal ontwikkeld voor een bepaald land die een vervoer wil hebben. En die wilde een ander soort vervoer wat lichter was en beter in dat milieu, in die omgeving paste. Met dat weerklimaat. En daar is deze voor ontwikkeld. En dan heb je de containervervoer, maar ook het transport van de transportband. De transportband die kan vanuit een locatie waar ze grondstoffen delven op een transportband gelegd worden. En dan kan er kilometers door de bergen heen vervoerd worden, zodat er geen gevaarlijke vrachtwagens met heen hoeven te rijden die gevaarlijke capriolen maken. Gevaarlijk is voor de chauffeurs. En dan wordt het op de plaats van bestemming, komt het in vergaarbakken en dan kan men verder verwerken. En de containervervoer, het tweede plaatje van boven, dat zal heel groot worden, want er is heel veel vraag naar. Heel veel havens willen gewoon hun containervervoer op een andere manier gaan verwerken, want het is in bijna elk land een probleem hoe ze dit op moeten lossen. Hier heb je nou een beetje het plaatje vergroot van de transportband, heel mooi om te zien. Er zijn 2 prioriteitsrichtingen. En het ene is het personenvervoer met 25 zitplaatsen, dus de grotere wagons. En het andere is het containervervoer. En dan maakt het niet uit het staande op een platon of het hangende. Het is net wat landen willen. Het kan gemaakt worden. En dit is het kantoor. Linksboven zie je de mensen werken. Rechtsboven zie je het laatste nieuwe kantoor. Grote nieuwe kantoor wat ze eigenlijk bemand hebben. Daartussenin was een kleinere kantoor. En helemaal onderin zie je de productiehal, het blauwe, met het kleine stukje achterin wat wit is. Dat was het allereerste kantoor waar ze mee begonnen zijn. En hier ziet u het Ecotechnopark dat ze in 2015 ontvangen hebben om te gaan bewerken tot 2040. Het was een oud militair vervuild terrein. En Janinski zei dat hij de aarde kon vergroenen. Hij heeft hier mogelijkheid gekregen op zo'n vervuild terrein. En als je het volgende plaatje kijkt, dat is heel mooi groen geworden. En zo zag het eruit in 2019. En op dit moment komt er langzaam ook informatie naar buiten, achter bij de vijver. Als je het linkerplaatje bovenin ziet, dan is die vijver nog anders. Rechts hebben ze die vijver ook al verder ontwikkeld. Omdat we daar door de crisis niet meer konden komen, door de pandemie, hebben we daar vanaf 2019 niet meer kunnen gaan kijken. Maar hopelijk kunnen we zeer binnenkort gaan kijken wat daarachter allemaal gebouwd is. Er komen wel wat foto's vrij, maar het is leuker om het daar zelf te zien. En wanneer wagons een probleem zouden krijgen en niet verder kunnen, dat zeggen sommige mensen, wat dan? Hoe moet je dan verder? Hoe moet je eruit? Levensgevaarlijk? Nee, dat is niet zo. Want de volgende wagon die komt, of het een container is of een andere passagierswagon, het maakt niet uit. Want die hebben allemaal een koppeling aan de voor- en de achterkant. En die kunnen een wagon aankoppelen en naar het volgende station trekken of duwen. En dan kan die daar, kunnen mensen uitstappen en dan kan daar gekeken worden wat er aan de hand is. Om dan verder te gaan in de Verenigde Arabische Emiraten, dan hebben we de Sharjah en Dubai. Dat zijn 2 belangrijke plaatsen voor ons. In Sharjah is het park gebouwd en in Dubai komen de ontwikkelingen voor het bouwen. En dat is heel mooi. Want ook de leiders van Dubai en Sharjah, die zagen het in april 2018 op een beurs deze wagon staan. En vonden ze het toch wel interessant. En ze vonden het zo interessant, er zijn gesprekken gekomen en in september 2018... hebben ze hun handtekening gezet onder een contract dat er een stuk woestijngrond vrijgemaakt werd om daarvoor Anatoly Janinski te bouwen. Om te kijken wat er in het warme klimaat, waar vooral ook die zandstormen, die snijdende zandstormen, dat die daar bestand zouden kunnen zijn tegen die stormen. Dat de wagons daar tegen bestand konden zijn. Dus dat is heel mooi.
Ze hebben de handtekening gezet en daarna zijn ze naar de woestijn gegaan, zoals u op het onderste plaatje ziet. En in het middelste aan de rechterkant hebben ze een officiële opening gedaan. En vanaf toen is daar gebouwd en heeft men toch al heel hard gewerkt. Als je dan kijkt dat het eind september is in 2018, hebben ze in 3 jaar tijd al heel veel voor elkaar gekregen. Dit was het eerste traject wat ze gebouwd hebben. Dat was, achterin zie je nog een station in aanbouw. Maar ze hebben al meteen de rails gebouwd. En vanaf het in aanbouw zijnde station konden ze al met de wagons gaan rijden. Om van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te testen. Het moet een jaar, zoals ik daarnet vertelde. En inmiddels is deze spoorstructuur is helemaal veilig goedgekeurd. En landen kunnen hier hun handtekeningen zetten om eventueel deze spoorstructuur in hun land te bouwen. En de volgende twee die zijn nu bijna klaar. Men verwacht eind van het jaar de twee spoorstructuren van 2,5 kilometer lang. En dan kan men op snelheid gaan testen. Dit zijn een aantal foto's. Rechtsonder zie je de in aanbouw zijnde stations. Maar linksboven, de twee plaatjes in het midden en linksboven, die gaan over het houten ecohuis. Het is het eerste houten huis wat in de Verenigde Arabische Emiraten gebouwd is en mag worden. En dat is gedaan omdat Anatoly Yuninsky vertelde dat hij dit goed kon maken voor dit land. Dat er geen airco nodig was, dat er geen energie verbruikt zou worden. Dat gebeurt in zijn land natuurlijk heel veel. En dat hij het een warm, een leuk, lekker binnenklimaat kon hebben. Ik ben er eind vorig jaar geweest en inderdaad, als je naar binnen loopt, het is heel raar, maar het voelt koel. Buiten is het heel heet en je loopt daar binnen en dan zeg je echt van, wauw, wat is hier een andere temperatuur, maar geen koude temperatuur van airco's. Het is anders, heel apart. Best wel heel mooi. En daar gaan dus heel veel delegaties naartoe en die kunnen het daar allemaal gaan bekijken. Dan zie je hier links een station en daar gaan de wagons in en dan gaat de deur weer dicht of open als ze eruit gaan. En rechts het plaatje dat je helemaal door deze lijn van pilaren heen kijkt. En kun je helemaal 2,5 kilometer verder wegkijken. Want deze zijn 2,5 kilometer lang. En dit is het begin van, want deze foto heb ik zelf gemaakt. Dit is het begin van de eerste pilaar. En dat eindigt bij het ecohuis ongeveer. En hier wordt nu de spoorconstructie aangelegd en dan hoopt men in december of uiterlijk januari 2023 mee klaar te zijn. En dan kan men gaan testen. En dan moet er dus minimaal een jaar getest worden. En dan kan hier ook een veiligheidscertificaat voor afgegeven worden. Hier zien we nog een aantal foto's van de station en de binnenkant van het station. Heel mooi luxe, kun je in het midden wachten tot de wagon eraan komt. Dan gaat de glazen deur open, kun je instappen. En rechtsonder zie je een plaatje en dat is waar ze nu mee bezig zijn om de lijn te bouwen tussen de twee stations van 2,5 kilometer lang om hier straks de wagons overheen te laten rijden. Er zijn al een aantal filmpjes van bekend, maar die kan ik hier niet laten zien. Dus ik moet gewoon een stilstaand plaatje laten zien. Maar het is wel heel mooi. Hier zien we het iets dichterbij. En dan zie je dat het gewoon best leuk is. En als je dan kijkt bij die pijl, daar liggen de kabels van het bedrijf Bekaert uit België. Een Belgisch bedrijf. En als ik aan Belgische mensen vertel, Bekaert levert hier, dan zegt elke Belg, wauw, als die levert, dan moet het goed zijn. Maar daar liggen de rails die gebruikt worden om die 2,5 kilometer telkens te kunnen aanleggen en dat daar wagons straks overheen kunnen. Dus dat is wel heel mooi. Rechts zie je nog een paar van die plaatjes. Hier hebben we nog een aantal van die plaatjes. Deze zijn telkens nog getest met een kleine wagon op de doorhangende spoorstructuur. En daar is al heel veel data voor verzameld dat dan niet meer nodig is op die lange spoorstructuur. Maar straks moet er vooral het gewicht getest worden op de 2,5 kilometer lengte baan. Dit is in de fabriek. Rechts zie je de Uniflash die gebouwd wordt. Maar links, dat is heel belangrijk, daar zie je al op in een ijzeren constructie voor vervoer staan, een wagon die is gebouwd voor een ander land. Ik kom zo even niet op de naam, maar daar kom ik zo meteen wel bij, want die heb ik straks in een plaatje nog staan. Maar dit is een nieuw model wat wij een paar weken geleden gezien hebben. En daar hebben ze een aantal van gebouwd. En die gaan naar een bepaald land toe waar nu waar ze eigenlijk al een handtekening gezet hebben. En deze wagon die is al getest in het klein. Want we hebben hem altijd in het klein gezien. Wat ik altijd vertelde, die is voor de visserijspullen in de hoogte ook in mee te nemen. Maar deze hebben ze nu in de breedte uitgebouwd. En zo kan er
staande mensen in staan en mensen in zitten. Ze kunnen meer mensen tegelijk vervoerd worden. En hier zie je linksonder het centrum waar ze alles kunnen zien via de computer. Je ziet daar boven de tekeningen zie je de echte binnenkant van een wagon. En dan ziet men als mensen vandalisme plegen of wat dan ook. Alles kan men gezien worden. Sinds 2014 ontwerpen ze deze onderhoudstransportsystemen. En in het voorjaar van dit jaar zijn ze daarmee gestopt, mag ik niet zeggen, want daar gaan ze wel mee verder natuurlijk. Maar zijn ze ook overgegaan naar de commerciële verkoop op de internationale markt, omdat toen de ene lengte van spoorstructuur van 400 meter goedgekeurd was. En vanaf dan mag je gaan verkopen. Dus daar zijn ze mee begonnen. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar Anatol Janinski, die is al zo oud. Wat als hij er daar niet meer is? Want hier staat, staan twee mensen voor de ingang van het ecopark in de Verenigde Arabische Emiraten. En tussen deze twee mensen zie je een auto. Dat is de weg waar je heen rijdt. En dan draait hij af naar het ecohuis en je ziet ook het witte paviljoen ervoor staan waar wij geweest zijn. En dit bord geeft aan, de volgende afslag is naar het ecocentrum. En Anatol Janinski staat hier links. Dit is Anatol Janinski aan de linkerkant. Maar hier rechts, dat is zijn zoon. Dus wat dat betreft hoeven wij ze eigenlijk niet druk te maken. Zijn kinderen zijn ook in het bedrijf. Hier hebben we ook de certificering voor warm klimaat. Want alles moet natuurlijk gecertificeerd worden, zoals dat straks vertelde. En dan betreft het niet alleen de wagon, maar ook de hele spoorconstructie. Het elektrische vervoer, de anker- en tussensteunen, maar ook de stations. Moet allemaal gekeurd worden. En het is geslaagd. En daarmee heeft Anatol Janinski voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Dus de wereldwijde, niet alleen voor de Verenigde Arabische Emiraten. Maar wereldwijd mag deze spoorconstructie gebouwd worden doordat hij dit certificaat heeft. Dus dat scheelt heel veel voor volgende landen die dit willen gaan bouwen. Die hoeven geen extra onderzoek meer te doen. En het is nu ook geschikt om de hele wereldmarkt te betreden. En er zijn gesprekken met Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook buurlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Heel mooi. En Janinski zei, hij heeft meegedaan aan een aanbesteding van de RTA voor in Dubai. En hij zei, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt Janinski de beste oplossing voor Dubai. Maar het is natuurlijk aan de heersers van Dubai om te beslissen. Dus we zijn benieuwd wat we daarvan horen. Maar daarnaast doen ook andere bedrijven mee, want die hebben ook een aanbesteding meegedaan. En dat zijn landen, bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk. Dus het is een competitie met meerdere bedrijven uit meerdere landen. En de uitslag weten we nog niet helemaal zeker. Ik ben benieuwd. Het is spannend. Maar Sharjah heeft ook nog een lijn voorgesteld. Zij willen namelijk van de oostkust, van de kant van Sharjah naar de westkust, naar de oostkust, willen ze ook een lijn hebben. En zij, Anatol Janinski heeft daar ook een bedrijfsplan voor ingediend, een bouwplan. Maar hij heeft ook een bouwplan ingediend in de stad Corfakan zelf. Dus om het stedelijk netwerk om de stad en in de stad te bouwen. Dus dat is meer als andere landen. En we zijn benieuwd wat we daarvan te horen krijgen. Maar het lijkt ook voor Anatol Janinski al best de goede kant op te gaan. Als je dan kijkt naar Dubai. Er is op dit moment namelijk bekendgemaakt door de heersers van Dubai, dat ze een lengte van hier van de haven, linksonder, naar het vliegveld, rechtsonder, daar is een lengte van 18,5 kilometer en daar willen ze een spoorconstructie gebouwd hebben. Gemiddeld zal de snelheid 77,5 kilometer zijn, gemiddeld. En het is een lengte van 18,5, waar ze ongeveer 14 minuten een container over doet om hier van A naar B te zijn. Nou, dat scheelt een heel stuk met de vrachtauto, want die moet in de stad altijd heel langzaam rijden. Dus ik denk dat er een heel groot verschil gaat maken. Maar dat is dus voor in Dubai, op dit moment. En hier ziet u Oleg Saretsky, dat is de contactpersoon voor alles tussen de bouwbedrijven en de Skyward Community en Janinski Stringtechnologie, om alles in de gaten te houden in de Verenigde Arabische Emiraten. En hier zie je dat hij de route en de stopstations aan het bekijken is. Wat zijn de voordelen?
Nou, natuurlijk zijn de bedrijfskosten veel minder dan de helft dan van al het andere conventionele spoorvervoer. Belangrijke logistieke problemen zoals je hieronder ziet, die worden opgelost. Is niet meer nodig. Komt meteen de volgende wagon waar mensen in kunnen. En niet dan dat er weer een half uur gewacht moet worden voordat de volgende wagon zou komen. Ze hebben minimale grondwerving daarvoor nodig en ook geen dure terminals. En daardoor zijn de late lostijden of de in- en uitstaptijden natuurlijk heel erg verkort. Men stapt in, gaat zitten, hup, wagon weg, volgende komt. Maar als je ook kijkt, de grondwerving die niet nodig is. Als je rechtsonder op het plaatje kijkt, je hebt daar een snelweg. En in de middenberm van de snelweg kan een pilaar gebouwd worden. Dus er hoeft geen extra grondwerving gedaan worden. Men kan gewoon daar in de middenberm een pilaar bouwen. En het vervoer gaat over dezelfde lengte. Dus alle vergunningen die zijn in feite op dit moment er al, als er nog niet gebouwd hoeft te worden. En waarmee onderscheidt U-Sky zich met andere bedrijven? Nou, ze hebben een hoge efficiëntie. Er zijn weinig schadelijke gevolgen voor het milieu en het is heel veilig in het persoon- en het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, storm en zandstormen en ook betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen van plus 55 à 60 in warm klimaat en min 55, 60 in zeer koud klimaat. En het is beschermd tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Vandalisme zag je net ook in het park, dat je in het computercentrum, dat ze daar in de wagons konden kijken. En een milieuvriendelijkheid, die is ook heel belangrijk. Want het is heel goed natuurlijk voor de biodiversiteit in de natuurgebieden. Dieren worden niet meer platgereden, die hebben een veilige leefomgeving. En de vruchtbare grond wordt niet vernietigd door er een harde weg overheen te laten leggen. Hier kunnen alle dieren nog gewoon op de plaats waar een normale weg zou komen, kunnen leven. Heel milieubewust en heel diervriendelijk. Maar wat zijn de kosten? Als je dan kijkt, in Europa, de gemiddelde kosten voor een hoge snelheidsweg is per kilometer $30 miljoen. Per kilometer, hè? En het onderhoud per kilometer is ook nog eens $100.000 per kilometer. Dat is heel, heel veel. En de Hyperloop, hebben ze nu uitgerekend, die wordt geschat op ongeveer $50 miljoen per kilometer. Maar we weten allemaal dat als er eenmaal gebouwd gaat worden, dat de kosten altijd steeds hoger worden. En dan is het ook nog in de conceptfase, dus er is nog totaal nergens een constructie aangelegd. Men tegen problemen waar men aan zou kunnen lopen, wat extra zou gaan kosten, dat weet men nu nog niet. En als je dan kijkt naar een kilometer metro, dan kunnen de kosten zelfs oplopen tot $150 miljoen per kilometer. Als je dan hetzelfde deel van U-Sky transport kijkt, met die innovatieve infrastructuur, dan zal dat ongeveer $10 miljoen per kilometer zijn. Dat is een groot verschil. Maximaal $10 miljoen per kilometer. Gemiddeld tussen de 1 en 10 miljoen aanleg, is mij verteld. En dan heb je een gemiddelde prijs van $5 miljoen. Maar zegt dat het 10 miljoen is, is het nog veel, veel goedkoper als die hoge snelheidsweg die $30 miljoen per kilometer kost. Dus daarom weten we zeker dat Uniske Stringtechnologie de hele infrastructuur fundamenteel gaat veranderen. Oh, hier hebben we een plaatje nog van het bedrijf Bekaert, die de bekabeling hier heeft liggen. En ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Ze hebben dit, hier zie je het zand liggen. Ik heb nog een plaatje waar je het kiezels ziet liggen en de gras ziet groeien. Dat is in Belarus. Maar dit is in de Verenigde Arabische Emiraten, deze bekabeling. Dus dat is heel mooi om te zien dat er ook een Belgisch bedrijf dit levert. Hier zien we de contactpersoon waar ik heel veel contact mee heb. Vladislav. En die staat hier in Belarus. Daar zie je de kiezeltjes op de grond liggen. En de bekabelingsrollen die liggen erachter. En die worden echt geleverd aan Uniske Stringtechnologie. Want deze plaatjes staan er allemaal op. En dan zie je daar rechtsboven Uniske Stringtechnologie. En links zie je B-kaart staan. En elke van deze kaarten staan op die controle, die rollen. Dus heel duidelijk dat dit door een Belgisch bedrijf geleverd wordt. En dan zeggen mensen, ja, maar hallo, het duurt zo lang. We hebben al zo lang geleden geld gegeven. Waarom duurt het zo lang? Ja, wij waren er in het begin bij. En als je in het begin erbij bent, in 2015 hebben ze grond gekregen in Belarus. In 2016 hadden ze een eerste unietruck al klaar. Binnen een jaar stond dat er.
heel knap, grond ontginnen en alles meer. En dit gaan bouwen, berekeningen doen, goedkeuringen krijgen. En het eerste traject klaar hebben om te gaan testen. Geweldig. Maar het jaar erop hadden ze al 2 modellen meer. En in 2018 kwamen ze al bij de Verenigde Arabische Emiraten. En die hebben meteen een handtekening gezet. Toen moesten ze in 2 landen bouwen. En in 2019 was daar het eerste traject van 400 meter klaar. En in 2020 was daar de Uniflexzaal. En in 2021 de container. Hoe snel wil je het nog, sneller wil je het nog hebben? Zoveel verschillende modellen in die 6 jaar gebouwd. 6-7 jaar vanaf 2015, 6 jaar tot met 2021. We zitten nu in 2022. We weten dat aan het eind van dit jaar de spoorlijnen klaar zijn van 2,5 kilometer. Als die klaar zijn, kunnen ze een jaar testen. En als je dan een jaar verder bent, is heel het containervervoer getest en kan daar verkocht worden. Er zijn al zoveel landen die klaarstaan om dit te willen kopen. Die hebben het gezien, die willen trajecten hebben. Die zijn aan het kijken waar kunnen we de trajecten maken. Zul je daar nog zometeen meer van zien. Maar ja, dit is gewoon echt eigenlijk niet te bevatten als je het goed bekijkt. En er is ook heel veel media-aandacht geweest. Want de man rechtsboven is een verslaggever en die kwam dit ter oren. En die dacht, dat ga ik onderzoeken. En die heeft gevraagd dat je mocht komen kijken. En dat mocht. Hij heeft gevraagd, mag ik meerijden? Mag ik foto's maken? Mag ik filmpjes maken? Het mocht allemaal. En dat heeft hij gedaan. Ik kan deze filmpjes hier niet afdraaien. Maar elk van die plaatjes is een filmpje. Die 4 links. 4 linkse plaatjes zijn allemaal filmpjes. En die hebben allemaal deze Fox News, CNN, maar ook de anderen. Die hebben het allemaal overgenomen van die verslaggever. En want je ziet telkens dezelfde filmpjes ongeveer voorbij komen die ze dan laten zien. Het is in journaals geweest, het werd echt heel erg bekend. En rechtsonder zie je een blad, een heel belangrijk blad, Construction Week heet dat. En dat is voor alle vervoersbedrijven, die zijn er allemaal op geabonneerd en die als erin staan is er echt iets nieuws. En Anatoly Jeninski stond erin. En niet met 1 pagina. Hij staat er hier op de voorpagina. Maar ook binnenin. Dit zijn alle pagina's waar het hele traject omschreven staat. Hoe geweldig is dat? Best veel in zo'n blad om zo beschreven te worden. Heel mooi. En ze schrijven dat op basis van de manier waarop Jeninski stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat de transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virgin Hyperloop. Nou, dat is wel een hele aparte uitspraak. Maar ik heb nog iets meer daarvan. Want ze schrijven, het ingenieursbureau Jeninski Stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virgin Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Er zijn wel andere bedrijven en scholen, hogescholen, universiteiten, die wel daarmee bezig zijn. Maar het bedrijf zelf die dit ontwikkeld heeft, Virgin, die stopt met het passagierssegment. Ze schrijven, vacuumreizigerstreinen die versnellen boven de 1000 km per uur. De Virgin Hyperloop verzekerde destijds dat het deze lijn in de praktijk zou brengen. Maar niet zo lang geleden maakte Virgin Hyperloop echter officieel bekend dat het idee van personenvervoer heeft losgelaten. En de Financial Times meldde dat Virgin Hyperloop volledig was overgestapt op het goederentransport. En dat de auteur van Jeninski Stringtechnologie erop wees dat zelfs in moeilijke tijden als gevolg van de pandemie zij hun plannen niet hebben opgegeven. Heel belangrijk. Hij zei, COVID-19 is geen belemmering geworden voor Jeninski Stringtechnologie. En het blad Construction Today schreef dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt. En vooral in deze moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Jeninski zijn plannen niet op. Maar wat biedt Jeninski Stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Nou, het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaduct, transport en infrastructuurcomplexen. Het wordt gecontroleerd door de kunstmatige intelligentie en alle andere dingen die ik daarnet ook al allemaal omschreven heb hiervoor. En Virgin Hyperloop kondigde destijds aan dat het passagierscapsules ging bouwen die in zeer lage drukbuizen konden reizen, met snelheden van meer dan 1000 km per uur. De media, die al enkele jaren zeer enthousiast waren, die bespraken het idee, maar er waren er ook die twijfelden aan de duurzaamheid van het project en daardoor leidde het tot veel discussies. En toen schreven ze ook, Jeninski Stringtechnologie had de betere versie van Virgin Hyperloop. En dat is het alternatieve transport dat ze ontwikkelen. En ze hebben vorig jaar een certificaat van conformaliteit met de veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie TUVSW.
En dat is heel, heel belangrijk. Iedereen in de vervoerswereld weet dat je dit wereldwijde certificaat moet hebben, wil je maar één passagier ergens in willen vervoeren. En kort nadat ze deze veiligheidscertificaat hebben gekregen, heeft Janinski String Technologie ook de start aangekondigd van zijn commerciële projecten. En tijdens de World Expo in Dubai, daar ben ik er geweest, ben wezen kijken, toen was er in het Ecohuis, hebben ze een verkleinde constructie neergezet om alle mensen die kwamen kijken dit te kunnen laten zien. En ik vond het eerst heel vreemd waarom een verkleinde, want het kon toch ook gewoon op een beurs staan. Maar het bleek dat de beurs van Belarus, dat die alleen maar tv-schermen had, waar mensen hun via tv hun ontwikkelingen konden laten zien. Dan is het niet mooi om alleen maar een filmpje te laten zien, want mensen snappen er niks van. Wat heeft Janinski String Technologie gedaan? Die hebben in het Ecopark, in het Houten Huis, een mini-constructie neergezet. Achterin zie je een soort woontoren. En dan gaat er van woontoren naar de woontoren, zie je wagons rijden. En dan zie je onderin de dubbelspoorstructuur. Onderin hingen wagonnen aan en bovenin rijden ook wagons. Maar helemaal bovenin, bij de bovenste pijl, daar is ook de doorhangende spoorstructuur laten zien dat ze heel hoog in de lucht dat soort vervoer kunnen doen en dat daar ook passagierslijnen gebouwd kunnen worden. Dat kan tot echt een aantal tientallen meters hoog. Er zijn ook al heel veel testgesprekken geweest en ook testritten met delegaties uit landen. Die werden dan van de expo gereden met een speciale taxilijnen, een aantal taxis, goed beveiligde, bepanzerde auto's, zag ik. En dan werden mensen van de expo naar het park gereden en die werden ook weer netjes teruggebracht. Maar er zijn dus door veel landen proefritten gemaakt, onder andere mensen uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En waarom heb ik het even dik geschreven? Toen wij er waren, de laatste dag van oktober in 2021, toen moesten wij op een gegeven moment wachten. En we werden even achter de glazen scherm gezet en er kwam een hele delegatie aan met gepantserde wagens. En daar stapten een aantal mensen uit en die mochten voor bij ons. En vonden wij zo raar, want wij waren toch, anderen kunnen er gewoon achteraan sluiten. Maar wat bleek achteraf toen wij een paar weken thuis waren, het bleken de koning en koningin van Lesotho te zijn geweest. En inmiddels weten we dat daar heel erg ontwikkelingen bezig zijn, dat het land heel veel wil doen om dit vervoer daar te bouwen. En delegaties uit de volgende landen zijn inmiddels in gesprek dus met Janinski String Technologie. En dat is Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, heel groot al, Indonesië, India is weer terug, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Maar inmiddels weet ik er ook meer, want dit heb ik al wat langer geleden, ik had er al wat bij moeten zetten, zie ik. En deze hebben dus al opties genomen hierop. Onder andere hier een delegatie uit Zwitserland die er zijn geweest. Dan heb je India. Die mensen zijn terug. Heel in het begin, als allereerste, heb ik het ooit gehoord dat mensen uit India waren. Maar daar zijn niet zo nette gesprekken geweest. En toen is Janinski mee gestopt. En nu zijn die Indiërs weer terug. Want ze zijn op zoek naar nieuwe technologieën en betrouwbare zakenpartners. Dus heel fijn dat ze toch Janinski String Technologie betrouwbaar vonden. Want Janinski hield zich aan de afspraken. En is gestopt met hun gesprekken toen ze goedkoper wilden. En deze mensen hebben nu kennis gemaakt met de tropische Unicar. En die is ontworpen voor stads- en intercityreizen. Hij is ook aangepast voor regio's met een droog klimaat, met een maximale bedrijfstemperatuur tot plus 55 graden Celsius. Dit zijn de mensen uit India. Die hebben op verschillende plaatsen zijn ze bezig kijken. Er zijn veel gesprekken gevoerd, zoals je ziet. Heel goed. En hier is een delegatie uit Brazilië. Maar dit is niet zomaar een hooggeplaatste delegatie, die zijn al geweest. Maar dit zijn inmiddels overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Die krijgen hier een rondleiding. Waarom? Denk daar zelf maar eens over na. Waarom komt een ondernemer kijken van bouwbedrijven? En in Vietnam is František Solár en Vladimír Maslov geweest. En die hebben Viet Transnet daar gemaakt om speciaal in Vietnam daar te gaan bouwen. Er is dus een speciale afdeling gekomen om in Vietnam heel veel trajecten te gaan bouwen.
heel belangrijk, want ze hebben dit ontwikkeld om ook de organisatorische, maar ook de juridische kwesties met betrekking tot al die toekomstige werkzaamheden voor te kunnen bereiden. Dat is heel belangrijk. Hier zien we de koning en koningin, of de ambassadeur van Rwanda. En die is samen met iemand van de regering. En die hebben ook het traject bezocht, hebben meegereden, zoals je ziet, ze zitten in de wagon. En ze zijn in het ecohuis geweest naar de verkleinde versie om daar alle uitleg te krijgen. En deze wagon, die is dus gemaakt voor Rwanda. Dat wat ik daarnet zei, die speciale wagon die groot was, die nieuw was, die voor verzending stond, die is afgeleid van deze wagon. Deze is speciaal gemaakt voor Rwanda en die gaat daar nu naartoe om daar, die gaat eerst in warm klimaat getest worden. En deze is in eerste instantie getest in het park naar de mensen die in de vijver wilden gaan vissen met hun hengels. Maar een tweede model hebben ze ook daar besteld. En dat is deze, iets kleinere. En ze zijn heel erg geïnteresseerd en ze hebben nu verteld welke routes ze willen hebben. En de eerste stappen daarvoor zijn op dit moment al genomen. Ze beschouwen de Unilite, de linkse, maar ook de UCAR, de rechtse, als de belangrijkste modules om in het land te gaan gebruiken. Oh, hier hebben we nog een keer. Dit is hun model. Dat is al voor hun gebouwd. Dus hoe mooi is dat? Maar dat lijkt heel makkelijk even, maar er zijn meer dan 50 ontwerpbureaus die hier verenigd zijn in één bedrijf en die dit ontwikkeld hebben. Want alles, elk onderdeel, wordt dikwijls door verschillende andere bedrijven gemaakt. Er is niet één bedrijf die dit helemaal maakt. Je hebt verschillende onderdelen nodig. Het moet met elkaar communiceren. Het moet met elkaar samenwerken. Het moet aan alle veiligheidseisen voldoen. En al die dingen meer. Dus er komt heel veel meer bij kijken als vlug even iets bouwen. En ook die vergoedkeuringen krijgen. Alles moet getest worden. De deuren, zoals je ziet, zijn nu schuifdeuren. Vroeger waren de deuren die ik openklapte. Maar inmiddels hebben ze er schuifdeuren van gemaakt die mooi naar de zijkanten schuiven. In de webinar van Earl laat hij daar altijd zien wat daar het verschil in is. Dus dat laat ik hier nu verder niet zien, dan moet u volgende week maar gaan luisteren. En dit is iemand uit Kirzingen. En die mevrouw heet Sarapat Masitova. En zij is bij Anatoly Ninsky geweest. Zij is beheer twee transportbedrijven. Ze is de algemeen directeur van. En zij is ook komen kijken hoe de constructie is. Ga maar na, bedenk wat dat zou kunnen betekenen. En dit is de koning en koningin van Lesotho. Als je dat ziet, hier zitten ze in het ecohuis en daar krijgen ze uitleg van Anatoly Ninsky om te zien hoe het allemaal is. En ze zijn ook in het testcentrum bij waar ze in de wagon hebben meegereden. Daarna, als je uitstapt, dan kun je gaan kijken in het testcentrum. En dan wordt er helemaal uitgelegd, en dat is door Anatoly Ninsky hier zelf, zie ik, wat je in de wagons kunt zien, maar ook daaronder alle data die daar geschreven is. En hier ziet u de koningin met haar man. En dit is een... dit is de koningin en dit is iemand van de regering. Dus het is gewoon heel erg mooi om te zien dat wij, deze mensen, tijdens ons bezoek, dat wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren en ook met die wagon mee mogen rijden, dat wij net voor ons de koning en koningin in de wagon hebben gezien. En dat wij ook echt weten en ook zien, het klopt. Het klopt wat ze zeggen, het klopt dat deze gesprekken zijn en dat deze mensen zijn geweest. Dat vind ik wel heel belangrijk. Mensen uit zijn land komen niet gauw anders. Dan ligt hier, zie je, Lesotho. Bij de pijl, Lesotho ligt midden in Zuid-Afrika. En die hebben geen open verbinding naar een haven. En dan zie je aan de rechterkant van Lesotho, zie je Durban. En dat is een havenstad. En nou heeft de koning van Lesotho gezegd van, ik ga zorgen dat er hier zo snel mogelijk een route gemaakt wordt van Lesotho naar de haven. En dat de bedrijven die hierin willen investeren van ons alle medewerking krijgen. Wij gaan ze ondersteunen, want hierdoor kunnen onze problemen opgelost worden. En kunnen we onze landbouwsector ondersteunen. Want hun gewassen kunnen zo snel mogelijk naar een haven, zo snel mogelijk vervoerd worden. Want nu, met die dagenlang door bergen heen rijden, met alle gevaren van dien, dat is ook niet alles.
En hier is een certificaat weer van een tentoonstelling waar hij is geweest over professionele verschillen in weginfrastructuur. Heeft hij ook weer een certificaat van gekregen. Daar waren vertegenwoordigers bij van verschillende landen, ministeries en communicatiebedrijven en overheidsinstanties. Heel belangrijk. En dan even over het klimaat in de wagon. Want dat is ook heel belangrijk. Daar hebben ze ook een certificaat voor gekregen. Want ze kunnen het micro-binnenklimaat, is bewezen dat ze zelfs effectief zijn bij een plus 50 graden Celsius of min 50 graden Celsius. En dat is heel belangrijk dat ze daar toch een aangename binnentemperatuur kunnen maken. Maar ook dat ze de slechte uitgeademde stoffen, die worden gewisseld. Die worden ververst. Er zit een uniek systeem in dat het ververst kan worden. Dus hier staat de uitgaande lucht van de passagiers, die wordt ververst. En daar hebben ze echt succesvolle testen, alles goedgekeurd. En de temperatuur in die wagon kan tussen de 18 en 23 graden Celsius blijven. Ook in extreme hitte. Hier een aantal plaatjes van stations die in ontwikkeling zijn. En waarom investeren mensen in Unisky, bedrijven, landen, wij? Omdat de aanleg van een kilometersnelroute minder is dan een bospad. 100 vierkante meter land hebben ze nodig ongeveer daarvoor. De snaarbanen die gaan het landschap niet verpesten. De bossen kunnen blijven staan, want die kunnen zuurstof blijven produceren. En als we dan kijken wat de meest veelbelovende landen zijn, dan zijn die vooral in het Midden-Oosten en Azië. Want daar krijg je natuurlijk, vooral in Azië, heel veel mensen die willen reizen. En in het Midden-Oosten, daar is heel veel woestijn. En daar kan ook nog heel veel ontwikkeld worden. Maar er kunnen ook de wegen die door de woestijn heen gaan, die zijn ook niet altijd heel lang goed. Hier kan heel veel voor die landen gedaan worden. Europa heeft al een hele wegeninfrastructuur, maar ook daar kan tussen de snelwegen in gebouwd worden. Maar in die andere landen gaan natuurlijk veel meer mensen reizen als bij ons in Europa. Als je dan kijkt naar de financiële gevolgen, dankzij de investeerders is dat geweest. Maar doordat er in een oorlog kwam tussen Rusland, dan kreeg ik van mensen de vraag van, wat is hier aan de hand? Hoe zit het met ons geïnvesteerde geld? Zijn wij het kwijt? Wordt ons geld ook geblokkeerd? Want er werd gezegd dat alles wat met Rusland te maken had, dat het geblokkeerd werd. Maar wij als Skyward Community zitten helemaal niet in Rusland. Wij zitten in alle andere landen. En dat is, wij zijn geregistreerd in Cyprus, in Vanuatu, dat is bij Australië, en bij de Cayman-eilanden, en dat bij de USA. Dus dat is heel belangrijk om te weten. En Skyward Community heeft al het financiële werk dus eigenlijk verdeeld. En omdat we totaal niet in die landen zitten, onze groep komt gewoon uit een ander land. En omdat we met cryptocurrency werken, is ook dat voor de landen waar het eventueel niet mee zou mogen ook opgelost. Want dan kun je vrijelijk overal geld mee overmaken en ontvangen. Maar wij zijn totaal niet afhankelijk van problemen met die oorlog. En hierna heb ik nog een plaatje ervan. Dan zie je het wereldgedeelte waar we zitten, helemaal verdeeld. Het is echt goed verdeeld om te zorgen dat er financieel niks verkeerd kan gaan. En zelfs Nadezhda Kosareva, die heeft ons aan de hand van mijn vraag van hoe zit het, want ik kreeg van heel veel mensen die vraag en ik wist het ook niet, heeft ze een berichtje geschreven en een gedeelte ervan staat hier, heb ik hier neergezet. Het project schreef, ze blijft zich ontwikkelen. Ze hadden alle materialen ingekocht wat voldoende was voor het hele jaar om te bouwen in Wit-Rusland. Maar eventuele onderbrekingen zouden hun niet hinderen, want er waren totaal geen problemen. En vooral in de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten, waar nu de grootste ontwikkelingen zijn, gaat alles gewoon door. Want dat land heeft er helemaal niks mee te maken. Alle afspraken met de paters bleven van kracht, zei ze. Er is niks wat afgezegd is. Als je dan kijkt, de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn hoogheid Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Hij is vicepresident, premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai. En zij hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en privaatsector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. Dit is heel, heel belangrijk, want dat mocht nooit. Volgens het geloof mocht dit niet.
En dat is nu goedgekeurd. En daar heeft Anatolij Niske zelf voor gezorgd. En nu schrijven ze dus dat het een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve en zakelijke ideeën. En jonge ondernemers, innovators, alle anderen, die kunnen ze daarmee nu helpen. Die kunnen hoeven niet per se naar banken, die kunnen ook door particulieren die fondsen gaan werven en gelden inzamelen voor dit soort projecten. Dat mag, is goedgekeurd. En zo wil het dus ook zeggen dat wij met ons crowdfundingproject goedgekeurd zijn om gewoon mensen hier een investering in te laten doen. Het is gewoon helemaal goedgekeurd. En zeker als voor die strenge landen goedgekeurd is, kan bij ons in de democratische landen misschien goedgekeurd zijn, maar daar was het absoluut niet goedgekeurd. En nu wel. Heel belangrijk. Als je dan kijkt, dat wij vanaf 2015 gestart zijn met ons crowdfunding-traject. Anatolij Niske vanaf 1978, maar wij vanaf 2015. Als je dan kijkt, we zijn nu in 2022, we zitten in fase 14.2. Ik hoop er nog een tijdje in te zitten, want 15, dan kunnen wij onze opties weer voor een lager bedrag mensen laten nemen. Maar op dit moment zijn er nog heel veel mooie projecten. En nog een paar dagen een traject waar we kunnen investeren, waar we dus echt nog wel de helft meer krijgen. Zorg dat je een investering doet, dat je dit bedrijf ondersteunt. Het is heel geweldig en ze kunnen hiermee gaan werken, maar het is van de andere kant, over een aantal jaren worden wij beloond voor ons vertrouwen in het bedrijf door ze nu te laten bouwen, omdat ze van banken geen geld kregen, is het crowdfunding opgestart. En het crowdfunding heeft gewoon gezorgd voor alles wat ik daarnet verteld heb. Dit is heel, heel mooi. En als je dan kijkt waar we mee ondersteunen, want het is zo veilig dat je rechtsonder, zie je dat plaatje, als een wagon rijdt, die hebben een ruimte om zich heen dat alles detecteert. Als er dan een persoon binnen dat gedeelte komt, zoals je hier ziet, die rode omcirkelde, dan stopt de wagon. En op het moment als die persoon naar de wagon toe loopt, gaat zelfs de wagon achteruit. En op het moment als hij weer wegloopt, dan gaat de wagon weer achterna tot hij uit het traject is. Dan kan hij verder reizen. En dat is een traject waar wij ondersteunen. Dat is een bedrijf waar wij ondersteunen. Super, super veilig en straks milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Wat wil je nog allemaal meer? En wat ze ook schrijven is heel mooi. Het bovengrondse transport is innovatief, snel, veilig, economisch, eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. En wij ondersteunen dit. Hoe geweldig. Dit zijn een aantal officiële internetsites. Ik heb een beetje de plaatjes bijgezet. Als je inlogt, dan zie je wat dit is. En dan kun je echt dieper erin. Het rechtse plaatje, dat is echt voor ons om te lezen. Het linker is iets ingewikkelder. Maar het rechter is gewoon heel mooi om alles van het bedrijfsnieuws te weten. Wil je meer weten, bel me. Dan kan ik jullie nog van informatie voorzien. En je kunt ook Earl bellen. Onze twee telefoonnummers staan hier. Dus wil je hier iets meer van weten? Ik heb trouwens nog iets. Even. Hier, het land. Even kijken hier. Want er zijn twee trajecten die goedgekeurd zijn. En dat is onderin zie je in Sharia. Dat heb ik straks verteld, van de haven naar de luchthaven. Maar er is nog een traject meer. En dat is een dubbelsporig traject van de haven van Tinkan Island in Nigeria naar de stad Lagos. Dat is een baan van 20 kilometer en die kost ongeveer $280 miljoen. Dit is een traject wat men gaat bouwen. Dat heeft men naar buiten kunnen brengen, want ze hebben het zelf ook al gedaan. Anatolij Niske mag een traject pas naar buiten brengen als het land zelf dit als eerste naar buiten brengt. En dit hebben ze naar buiten gebracht, dus dit mogen wij nu ook vertellen. Dus daar wordt een traject van 20 kilometer gebouwd. En ook in Dubai, daar van de haven naar het vliegveld, dat is ook een traject van 18,5 kilometer. Misschien zijn de kosten een beetje verschillend, want dat ligt natuurlijk aan de ondergrond waar gebouwd gaat worden. Maar dat zijn twee trajecten die officieel nu bekend zijn gemaakt. Ik denk, dat wil ik toch nog even vertellen. Ik had hem vergeten om hem bij te zetten, maar ik wist dat ik hem klaar had staan toen ik hem nog niet mocht vertellen, maar nu wel. Dus dat is mijn verhaal. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en volgende week, donderdagavond, zal Earl hier zijn presentatie geven. Die heeft weer wat andere nieuwe dingen. Als er nieuwe dingen zijn, worden die er weer bijgezet. En voor nu bedank ik u voor uw aandacht. En tot de volgende keer. Dag.